voor ondernemers met ballen. LEF, het Lokaal Economisch Fonds voor Werkgelegenheid. LVR is in 2015 begonnen met 5 man. De bedoeling was een volledig portfolio in VR-producten en diensten. Dus we maken nu cardboards, we maken video, 360 en apps. We zijn eigenlijk heel hard gegroeid. We hebben om die mannen waarmee we zijn begonnen een hele organisatie opgebouwd. Dat betekent recruiten, mensen vinden die eigenlijk allemaal nog op school zaten. En die zijn allemaal binnengekomen met een hoop passie en ambitie om er een succes van te maken. LEF heeft gezorgd dat we financieel wat meer ruimte hebben gehad. Daarom was ik in staat 2-3 man eerder aan te nemen in plaats van te wachten dat ik echt helemaal zeker was. Daarnaast hebben we LEF gebruikt om scholen te bezoeken. We hebben gegeven stagevergoedingen aan iedereen. Dus het heeft een zeer duidelijke bijdrage gehad in het succes van onze groei. De tweede kant van LEF-subsidie is dat je ook commit om mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt binnen te halen. Daar zijn we mee bezig met autistische medewerkers. Wij denken dat we een hele uitdagende werkomgeving bieden die niet gehinderd is door historie. Die jong is, die vibreert en waar mensen zich heel snel thuis kunnen voelen en ook weer kunnen presteren. Ik zou het andere ondernemers ook aanraden, maar het gaat niet alleen om geld verdienen. Je moet wel een sociaal doel hebben en een idee over hoe je organisatie ingericht moet zijn.